Hallo mensen van Pro Games HD 2012. We gaan een nieuwe serie starten. Nieuwe Super Mario Bros. Wii gaan we beginnen. Nou, klik start. Nieuw. 1 player. Nou, hier zie je het park waar ik ga beginnen met het spel. Nou, hier gaan we level 1 spelen. Let's go. Level 1 van wereld 1. Nou, we gaan beginnen met het spel. Nou, hier lopen. Hier op sprinten. En dat is van de Wii. Want ik vind het een heel leuk spel te spelen. Daarom. Zo, hier tegenaan sprinten dan. Zo, deze pakken dan. Hier op sprinten dan. Hier dan. Ja, ik vind dit zelf een heel leuk spel. Ik heb dit spel wel vaker gespeeld. Daarom. Zie je, het gaat om dat je punten pakt, maar je moet ook op tijd zijn. Als je op tijd bent, heb je ook meer punten. Dus net zoals dit. Dus dan probeer ik hier tegenaan te springen. Ja, is geluk. Ga ik hier weer om. Nog niet omhoog, want ik moet eerst deze punten hebben. Je ziet mijn muis een beetje erop, maar dan kom ik moet springen met. Met mijn muis. Als ik met mijn muis klik, dan sprint Mario. Zo. En dan hier. Want dit is een speciaal programmaatje voor de PC, dat je dit op je PC kan spelen. Oh, nee, ben ik een beetje geraakt door die. Maar ik ga me eigenlijk weer groot maken. Hier door de vlag word je weer groot in Mario. Als je de vlag aanraakt. Nou, hier tegenaan springen. Op deze PC gaat al beter. Ik heb dit ook wel eens op mijn oude PC geprobeerd te spelen, maar gaat voor gaan meten. Dit is een echte game PC, dus hier gaat dat wel op. Hier op springen. Hier, tegenaan. Zo, die is ook weer stil. Dan moet ik al deze punten hebben. Zo, hier springen. Dus jij wordt weer wakker, dat zie je. Nou, hier verder lopen. Ik spring hierop. Dan moet ik op hem springen, ja, is goed. Dan moet ik ook op deze springen. Zo, hier, lopen. Naar deze kant op lopen. Ah, ik heb ze toch... Oh, snel. Hier kom ik nog net doorheen. Net op tijd gehaald. Oh, dan kan ik hier die munt pakken. Als het lukt hoor. Kijken of het lukt. Het is echt heel moeilijk om hier te komen. Ah, laat maar. Die krijgen we toch nou niet te pakken. We moeten de andere buis omhoog. Gaat ook om de punt, niet alleen om die munt. Zo, hier gaan we weer verder lopen. Ik ben nog Mario. Het kan zijn dat ik dood ga ergens straks. Ja, wist ik dat ik dood ging hier. Moeilijk stuk. Zo, we gaan weer verder. Zo, gelukkig ben ik hier gebleven. Dus hier kan ik gewoon weer lekker verder. Oh, die moet ik hebben. Snel erachteraan. Ja, die heb ik. Hier spring ik een beetje omhoog. Zo, spring ik op die. Hier, en gelijk op die ook springen. Ik heb allemaal punten waard. Daarom. Zo. Hier tegenaan. Dit weet ik niet hoe dat moet. Om vliegen. Hier, leven erbij. Zo, die heb ik ook. Dit hoeft niet meer. Ik ga gewoon doorlopen. Zo. Hier springen. Zo. Die heb ik, die vlag. Mario time. Zo. Dan moet hij verder lopen.
Kan ik niet gewoon lopen met toetsenbord ofzo? Dat gaat niet lukken, daarom, met toetsenbord. Dus ik moet gewoon met mijn muis doen. Nou, hier zijn we diep onder de grond. Deze level is diep onder de grond, daarom. Zo, die munt heb ik. Wat is hier? Dit. Al die punten heb je nodig, want dit is echt punten waard, daarom. Ik vind het wel leuk gemaakt dat dit zo aan het bewegen is. Zo, al die punten heb ik. Zo, dat moet ik allemaal pakken. Zo, hier op springen. Zo. Oh, dat is vleetezen de plant. Vooruitkijken. Kijken of we hier langs kunnen. Kijken of we hier omhoog kunnen. Zo. Oeh, raak die plant per ongeluk aangeraakt. Zo, lopen snel hier. Oh, je kan ook gewoon omhoog. Oh, ik weet hoe je deze moet doen. Zo moet dat. Zo, dat is wel goed hoor. Kijk of we hierop kunnen... Hier... Dat gaat niet. Ik dacht misschien als je door die buis heen kom. Hier, vlag weer. Zo, die heb ik ook. Dat is goed. Dit is goeie deze. Dat ik die gepakt heb. Ik spring gelijk op hem. Ja, dat is een goeie. Zo, hier weer lopen. Zo, gelijk door die buis. Dan hier springen. Een munt. Yes, een munt. Joe, een munt. Dan gaan we weer door, verder met lopen. Nu gaan we naar het eindstuk. Hoop ik dat het hier echt in de buurt ook het einde. Ja, hier is het einde. Hier kom ik uit de buis. Nou, lopen naar de vlag nu. Yes, de vlag heb ik. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Zeg in de reacties of ik doorgaan moet gaan met deze serie. Hoe vinden jullie de serie? Moet je ook even op antwoorden hoe jullie de serie vinden. En vergeet niet te abonneren, deze video aan favorieten te toevoegen of te delen met je vrienden of een leuke reactie in de comments te plaatsen. Tot de volgende keer, houdoe.